Dus keihard werken. Jongens, even eerlijk toegeven. Wie gebruikt hier het Netflix-account van iemand anders? Frits? van mijn zoon. Van je zoon? En die heeft van mij dan weer... HBO of Disney. Spotify en andere dingen. Okay. Maar we delen dat allemaal wel onderling. Ik, ik zal ook eerlijk zijn, ik deel het ook. Ik gebruik het van iemand anders. We hebben daar een plaatje van. Johnny betaalt. en Leonie, die proberen we eraf te krijgen. Maar ze blijft steeds doorkijken. Het nieuws is, Netflix heeft vandaag bekendgemaakt... dat ze delen van wachtwoorden harder gaan aanpakken. Zo krijg je een toeslag van een paar euro... per maand als anderen buiten je huishouden blijven inloggen. En je moet ter controle minstens één keer per 31 dagen... verbinding maken met het originele wifi-account. Ja. Goed dat ze dat aanpakken? Ik snap het wel. Ja, tuurlijk, want er staat heel veel materiaal op. En als je dat met iedereen gaat delen, dat is een behoorlijke kosten. Jongens, er zullen er toch wel meer zijn dan alleen Frits. Tuurlijk doe ik het ook, maar ik kom er niet eerlijk voor uit. Even eerlijk. Jan? Nee, ik heb zo'n uitgebreid abonnement waar iedereen legaal... Geef even de inlog dan. Ik wil het zeggen, dan kunnen we bij jou inloggen. Jan, we hebben het toch ook nog even over best wel heftig nieuws vandaag. Een vernietigend rapport toont aan...